Maar in ieder geval, Rijka die probeert eeuwen steeds uit te dagen. En eeuwen die het al een keer met de pootjes over de bank heen geweest om er proberen te meppen. Ja, dan komt er een verzopen kat aan. Ja, ook dat nog. Een verzopen kat. Nee, het is niet een hij, het is een zij. Zo, lieve vrienden, het is vandaag alweer zaterdag, de 8e had ik vannacht, of vanochtend vroeg al gezegd, ja. Maar we leven nu wat later, het is 12:56 en onze Jan van Dam die is weer onderweg, ja. Ik ben er helemaal weer blij mee, ik kreeg vanochtend vroeg al een appje. Kandalf is gelukkig ook weer in-house, ja. Die kwam vanochtend, tussen 8 en 9 uur. Pas weer met moeite en pijn binnen. Hij komt er nou ook gewoon er niet uit. En morgen al helemaal niet met die storm. En die rukwind. Nee, hij blijft nou lekker een keertje mooi binnen. Of hij dat wil of niet. Ze krijgen zo meteen nog te eten. Rijka die staat al gewoon ook weer daar voor het raam. Rijka! Die denkt het ook, van bekijk het maar, ik sta er lekker op het uitkijken. Voor wat weet ik niet, maar het doet er niet toe. Waar Eeuwen is, nou die zal op de vensterbank huizen, achter de bank. Ik ga zometeen even een hapje klaarmaken voor ons allemaal. En de vaatwasser inruimen, dan kan die draaien, die is aanrecht ook weer schoon en leeg. Ik had vannacht, of gisteravond, ik weet het niet eens meer. Vlees uit het vriesje gehaald. En we gaan vanavond aan de schnitzel. Ja, van €3,16 hè. Ja, ik kreeg hem natuurlijk veel goedkoper, want ik betaalde maar €4 voor die hele tas. Vanavond weer. Ja, ik heb weer eentje besteld. Dus wat daarin zal zitten, dat zullen we vanavond alweer zien. Ja. Maar oké, dat doet er allemaal nou niet toe. Dat zien we dan wel. En natuurlijk vloggen we vandaag er weer op los samen met Jan. We maken er gewoon een leuke, gezellige dag van. Uiteraard gaan we ook Rijka uitlaten. Vanochtend scheen de zon nog, maar die heeft zich verstopt, want het is weer grijs en grauw. En daarnet dat ik de schutting van het slot afhaalde, toen regende het. Dus ja, er staat er eentje te kwispelen. Waarom weet ik niet, want er ging gewoon een vreemde man voor haar voorbij. Ja, ik vind het ook niet aan enkel van gezicht dat het een buurman is, maar we hebben hier weinig met elkaar contact dan enkel de bekende, die alcohol of wat dan ook. Kandalf, hou eens even op. Zo, die mag ik ook wel weer verschonen, zie ik. Die bak met water is eerder vuil dan toen met Frodo. En ik weet ook hoe dat komt. Ja. Ik weet hoe het komt, maar de vraag is aan jullie of jullie het ook weten. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar ga eens even naar de kant. Er ligt allemaal troep. Allemaal troep. Nou. Ze drinken er even goed op van, dus dat doet er niet toe. Maar ik vraag aan jullie, weten jullie hoe het komt? Ik weet het. En nou is dan jullie de vraag. Zet het maar onder neer. Ja, ik wil eens weten of jullie het weten. Zo, gelijk een spoor van druppels van Rijka. Maar ja, maakt ook niet uit. Daar hebben we weer een doekje voor. En dus... Maar ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Gaan wij ook aan deze kant doen. En ik zeg dat straks. We zijn steeds met Eeuwin bezig. En ik heb Karen aan de telefoon. En we zitten in afwachting van Jan van Dam. Ja. Maar in ieder geval, Rijka die probeert Eeuwin steeds uit te dagen. En Eeuwin die het al een keer met de pootjes over de bank heen geweest om er proberen te meppen.
Ja, heel gezellig allemaal, maar dat doet er allemaal niet toe. Nee hoor, echt niet. Dat komt allemaal wel goed. Ja, ja, ik ga gelijk even vloggen, Karin. Ja, dat is prima. Daarom. Als ik kan in de gaten. Ja, dan weet ik dat je dat in de gaten hebt, Inkel. Ik zie die gaten niet. Hoe doen we dat? Welke gaten? Nou ja, jij hebt het over in de gaten. Welke gaten? Ja, zo. Ja, omdat ik met jullie aan de telefoon zit en dan hoor ik het. Wat je aan het doen bent. Ah, op die manier. Ja, oké. Nou, dat komt. Nee. Nou ja, het duurt maar even. Met meneer. Ja. Ja. Nee, ik moest even goed lachen vanwege Rijka. Die was eventjes lekker bezig, maar ze is nou hier in de keuken weer. Ja, ze wil weer eigenlijk op de vensterbank en ze is aan het ruiken. Ik moet ze lachen ook met de vaatwasser. Daar heb ik ook een vlog van. Ja. En toen was ik de boelen in de vaatwasser aan het doen. Ja. En toen stond ze er ook bij om te kijken. Oké. Ja. Ik zei, nou, ik zie je mag wel helpen. Daarnet ook weer. Ik zeg, moet jij eigenlijk voor vrouwtje doen? Ja. Maar ja, dan kijken ze ernaar en snuffelen. Nou, hartstikke leuk, hè? Ja. Ja. Het is een kleine boef. Wat blijft er mee aan nou? Zou die soms de winkel ingaan voor wat lekker bij de koffie of zo? Ja, dat kan dat ook denk wel. Ik, ja. Ja, want anders had hij er toch al. Ja, en er is markt en er is dit, ja, weet ik veel. En er is regen. Het is echt hier rotweer. Niks aan. En het was zo mooi vanochtend. Echt, de zon die scheen, de lucht was blauw. Ik weet het, I know. Oh, stelletje boefies. Vooral jij. Nee, Kandalf, die is naar boven, gelukkig wel. Die komt er nou echt niet uit, hoor. Natuurlijk wel. Nee. Natuurlijk wel. Nee, en morgen al helemaal niet. Die rukwinden die schijnen gevaarlijk te zijn, heb ik gehoord. Ja, maar man, katten die gaan toch wel schuilen. Ja, katten gaan schuilen, dat weet ik. En die zijn er echt wel voor en voor en bestemd hoor. Ja, maar hij wil nou zelf ook niet naar buiten. Nou, zodra hij gewoon wel naar buiten wil, gewoon lekker gewoon. Oh ja, maar hij is naar boven gegaan. Hij heeft de neus even om het hoekje gestoken van de tuindeur en kopje neergeschud en hij is weer vertrokken richting boven. Oké. Nou ja, oké dan. Ja, prima. Ja, dan ligt hij op de droger. Daarom. Maar mam, ik ga het lekker houden, ik ben er. Ja, doe dat. Ja. Groetjes en kusjes daar aan die kant. Ja, kom. Okidoki, doei. Doei. Zo, dat was Karin. Die was met Levi aan het wandelen. En dat moet ook gebeuren. En Roderick was met de twee zusjes aan het wandelen. Dus allebei even apart, zodat het even kwalateam was met Lady. Die had het gewoon even een keer nodig. Maar ik wacht dus op dat die poort open gaat daar. Die rode poort. Maar die gaat maar niet open. Dus ik sluit weer eventjes af en zodra die komt, sluit ik weer aan. Ik zou zeggen, tot straks. Nou, dan komt er een open kat aan. Ja, ook dat nog. Een open kat. Nee, het is niet een hij, het is een zij. Ja, wat is dat? Ja. Oh, kusjes geven, hè? Ja. Ze kan al een heleboel. Oh, hè. Kijk, kusjes geven. Ja, luister. Maar Rijka, mag ook Mian ook nog verder komen? Ja, ik zeg, kom. Mag ik het regent? Hi, man. Ja, het regent. Ja, kleed je eerst maar even. Bij mij verscheen vanmorgen de zon nog. Ja, hier ook vanochtend vroeg. Ik meld mijn huis. Rijka, laat.
mijn huiswerk doen en zo. En de vuilnis aan de weg zetten. Ja, 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 ja. Dus ik heb allemaal vanmorgen nog gedaan. Dus, ja, het was vanochtend mooi weer. Oh, zo ineens. Nou, doe maar gauw dat natte spul boven de kachel hangen. Ik heb een nieuwe jas aan. Dus, ja, nou ja. Ik vind het lekker, dus. Ja, wat is dat? Ja. Ja, wat is dat nou? We hopen nog dat het wel even een keertje droog wordt. Want we moeten haar nog wel uitlaten vanmiddag. Ja, dat moet ik buiten. Ja, en ik moet ook nog naar de zomer toe. Ja, zo gaat het hier dagelijks. Koffie, Jan? Alsjeblieft, lekker een bakje koffie. Mooi, dan gaan we een bakje koffie maken. Dan zullen we hier weer even water in doen. In de waterkoker. En dan gaan we zo weer een lekker bakje koffie doen. Ja. Zo. En die zetten we daar dan weer neer. Zo. Goeie reis gehad, Jan. Verder wel, ja. Kijk. Kijk. Snuffen, 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 snuffen. Ja. Een pakiet, hè. Ja. Ome Jan, hè. Ja. Ik heb is ome Jan, hè. Ik is... Zo, ja. Meisje. Meisje. Hé. Hey. Ja, oh jongen, een meisje. Ja, het is niet die jongen, ik ben een meisje, zeg maar. Een meisje, hè? Zijn er al zoveel die me uitschatten voor jongen en ik ben, ben niet die jongen, kijk, ik ken niet een piemeltje hoor. Kijk, ik heb niet een piemeltje. Eerst dat zo omhoog. Ja. En dus, nou, Jan die is gearriveerd. Ja. En ik ben er weer helemaal blij mee, enkel hij had even de zon mee moeten nemen. Ja. Maar ja, die is niet meegekomen. Is dat verdwenen? Helemaal verdwenen. Het is verdwenen, ja, helaas. Nou ja. 9 graden hier. Amsterdam. Ik zal het doen. Amsterdam Zuidoost staat hier vanavond. Maar oké, ik ga koffie maken hier aan deze kant. Dus het komt allemaal goed. En even Rijka wat geven. Want die, deze heb ik afgewassen. Ja. Die is schoon. Dus daar kan weer even snoepjes in. Ja. En dan zullen we het weer beleven. Ja, en dan gaan we... Jan eventjes laten zien wat ze allemaal al kan. Jullie weten het al, maar Jan die weet het nog niet. Dus het komt allemaal wel goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie regenachtige middag. Althans, hier regent het. Ja, niks aan. We moeten er toch doorheen zometeen. Want Rijka moet nog plasje doen. En heeft ze nog niet gedaan. Wat ook gelijk gedoucht. Nou ja, en jullie weten, ik moet na 5 even naar de Vomar toe. Dus ja, komt allemaal goed. Ze zeggen, tot later. Zo, we zijn weer thuis. We zijn even met Rijka uit geweest. Ik zit altijd verkeerd te wijzen. Daar. Daarboven is Ewin. Maar die gaat net achter de bank. Ik wijs verkeerd. Spiegelbeeld, hè. Gaat niet goed met mij, nee. Maar het is lekker weer buiten nu, ondanks dat het nog grijs, grauw en triest is. Maar het regent niet. Nee. En dat is een mooi... pluspunt. Ja, een mooi pluspunt. De stilte voor de storm. Ja, dat zeiden ze gisteren, Jan. Die we morgen weer krijgen. Ja, morgen storm en niet zo zuinig ook. Nee. Ook heeft die dame daar vandaag weer overgegeven, net zoals gisteren. En niet zo zuinig ook. Nee. Meer dan gisteren. Gisteren was het helemaal in het schuim. Niet noemenswaardig, maar nou echt het eten erin houdt. Maar het gaat toch wel weer goed zoals jullie zien, hè? Ja, ze is met de schoen bezig. Ik zal even naar de toe. Ja. Hé, even naar jou toe, meisje. Is het lekker? Kijk, dat was een schoen. Ja, geen echte, maar hier, ik mag er niet eens niet aankomen. Wat dikkie doosie. Zo lekker, hè? Hoi, hoi, hoi. En deze doet het... Ja, wel! Waarom deed hij het gisteren dan niet? Hij doet het wel! Gisteren niet, hè?
Ja, hij piept niet meer gisteren en nou weer wel. Raar idee. Maar ja, oké, lieve vrienden, we gaan lekker een bakje koffie doen met een plakje cake erbij. Lekker, lekker, lekker. En ja, ik moet hem tussen even na vijf met de booster als een speer naar de Romar. Boodschapjes ophalen en dan zullen we thuis weer zien wat het is. Ja, en dan moeten we ook nog eten. Want Jan die neemt de trein van... Half acht. Ja, dus voor die tijd moet er gegeten zijn, gedronken zijn, alles gedaan zijn. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doen wij ook. En doe het met een lach, hè? Gewoon. Ja. Big smile. Joe. Doei. Ja, lieve vrienden, we hebben ons buikje weer helemaal rondgegeten. En Jan, die is natuurlijk hier nog steeds. Ja, ik ben uiteraard. Het smaakt prima, hoor. Ja. En straks nog lekker een mandarijntje als toetje. Ben ik nog niet aan toegekomen. Nee, want ik moest dus heel vlug weg, hè. Jullie weten het. Ik heb weer zo'n mooie tas van de Vomar. Ja, too good to go. Dus we gaan kijken wat erin zit. Ik ben mijn hoedje vergeten, ligt nog bij mijn bureau. Nee, ik kom zo wel. Ik leg hem even bij jou neer. AB daar neer. Stoel even naar achteren. En dan gaan we beginnen van wat zit erin. Wat is dat? Nou, vlees. Biefstuk. Oeh. Dat is mij normaal gesproken te duur, maar het valt eigenlijk wel mee nu ik dat zo zie. Want hij was 1,35. De normale prijs. Hij is afgeprijsd naar 88 cent, maar dat tellen we niet mee. Nee, 1,35. Dat is één. Het zijn allemaal pakjes, jongens. Een schenkel. Runderschenkel. Kun je er geloof ik soep van maken. Toch? Ja. Ja? Ja. Ja. Groentekippensoep of zo, lekker. 1,81. Ja, straks nog. Reken jij je? Straks bij elkaar optellen. Kom maar straks even. Oeh, dat is een kant-en-klaar maaltijd. Nee, drumsticks zoet. Oeh, drumsticks, dat is van een kip. 3,49. Zo. Dat is een kip drumsticks. Onthouden, hè? Ja. En desnoods opschrijven. Nou. Allemaal vlees dit keer, jongens. Houthakkersburger. 2,99. Nog een pak. Dat. Nou. Pangasius. Pangasius, dat is een vis. Oh. Nog nooit van gehoord. Pangasius, ja, ja, heb ik wel eens gehad. Ja, oeh, ik had okay. Van een lekker bekken pangasius. 2,99. Ja, de visrust dan. En dan gaan we naar een zak over. Rotte kooi. 1,45. Heen? Ja, dan hebben we... En toen was die leeg. Ja. Toen was die leeg. Ja. De ene keer reed je wat meer dan de andere keer. Maar je moet ook de waarde bij elkaar optellen. Ik ga daar ook een rekenmachine leggen hoor. Oh, daar heb ik een man bij de hand gelopen. Gewoon in. Okay. Jan die gaat uitrekenen. We gaan even opnieuw opnoemen. Ik moet even kijken hier wat... oh jee, wel een ding is. Ik weet niet of ik daar een rekenmachine... Iedere telefoon heeft er wel een, maar ik gebruik mijn telefoon er ook nooit voor. Ik heb een aparte rekenmachine. Even kijken. Ik heb hier geen... Nou, ik zie hem hier niet. Ik zal mezelf wel even Nou, pakken. Ik zou op mijn telefoon. Oud. Er moet er eentje op zitten. Ja, zit er ook een op, maar ik gebruik hem ook nooit. Even kijken. Omdat hij heel anders werkt ook dan een normale rekenmachine. Nou, we gaan hem aan doen en we zullen het beleven. Nee, ik heb hem hier niet. Oh, moet ik wel op de goede knop drukken. Ja, ja toch? Ja. Nou, 1,45. 1,45 plus... 2,99 plus 2,99 plus... 2,99...
2.99 plus 1.81 plus 1.35 1.35 plus 3 werd de 3 daar 3.49 is. Ik heb wat fout gedaan, want dat bestaat niet. Over nul. Nou, 3.49. Oh, de 3.49 plus 1.35. 1.35. Plus 1. Punt. Wacht even. Is het 1? Je moet die prijs hebben. 8.1. 1.81. 8. Nou, overnieuw weer. Ga goed met ons, manieus. Nou, kijk, die prijs moet je hebben. Ja. Niet daar kijken, dat is afgeprijsd. Ja. Die. 3.49. Ja, heb ik. 49. 49, dan 1. Plus 1.81. 81. Plus 1.35 plus 2.99 plus 3.99. Oh, wacht even. Oh, daar ja. Drrr, ik ben de 3 kwijt. Daar 3.99 plus 1.45 is 15 euro 8. Ik heb betaald 4 euro. Stop te doen? Ja! 5, 6. Ja, maar de ene keer geen meer. Ja, nou, dat klopt wel. Ja, 11. Dus, als je. Ja. Je moet die prijzen berekenen. Ja, nooit nee, die afgeprijsde, maar die. Dat is wel goed. Bio Plus is altijd goed. Dus, altijd die prijzen, niet wat afgeprijsd is. Zeker. Dat is fout. Goed, ja, afgeprijsd. Ja, biefstuk, tartaar, 1 stuk. Dus, nou, je betaalt bij de FOMAR. Tataartje is een tataartje, weet je wel. Ja, je moet bij de FOMAR dus. Oh, dit is hier een schenkel. Oh ja, ja, ja. Ja, bij de FOMA betaal je dus 3,99 en bij de DK 4,99. Ja, dit is vis. Ik weet niet eens hoe je dat klaar moet maken. Een heel goed vis. Ik weet niet eens hoe je dat klaar moet maken. Ik heb dat nog niet gehad. Nou, gewoon vis bakken. In de koekenpan. Ja, probeer maar eens uit. Okay. Als je vis lust. Ja, ik lust vis, want ik heb nog wel een paar keer vis van de vorige keer. Dan weten we dat toch? 15,08 euro. Ja, in plaats van wat jij betaalt 4 euro. Nou, dat is de waarde wat hier legt. 15,08 euro en ik heb betaald 4 euro, 3,99 euro. Dat is de winst van 11 euro. Nou, dat doe je weer in je portemonnee terug. Ja. Lekker toch? Ja. Ja. En dus, nou, dan kunnen we weer eens een keer groentesoep maken of wat dan ook voor soep. Een schinkel. Ja. Een vis kun je eten. Ja, lekker. Nou, en het is per 2, hè, dit. Ja. Maar dit lust Astrid niet, hoor, vis. Ik wel. Ik heb van de week ook, had ik kibbeling plus een lekkerbek. Astrid, je moet geen vis. Nee. En dan heb ik nog een pot braadharing thuis. Ja. Nou, hoe maken we dit klaar? Zal er ook wel op achterkant staan? Ja, dat zal wel. Ja, kip, dat is kip. Ja. Bereidingswijs staat erop. Ja. Maar ja, met dit licht kan ik dat niet blazen. Gewoon even. In de oven. Moet dat. Oh, nou, nee. Komt dan wel weer, ja toch? Ja. Ja. Nou, wij gaan hier ook verder aan deze kant, lieve vrienden. We gaan er nog lekker even genieten. We hebben ook een bakje koffie staan. En Jan die wil de trein pakken van 7:30. Ja. En misschien dat ik hem wegbreng. Ik leg er ook aan hoe ik me voel. Ik verga weer eens van de pijn in mijn rug. Ja, wanneer niet? Altijd. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Jan wil ook nog even een dag zeggen. Doei, even tot later. Groetjes.
Ja, lieve vrienden, het is alweer 21:39. Jan die is er dus al niet meer. Nee, die is alweer bijna thuis. Rijka en ik hebben hem samen weggebracht. En jawel, lopend hè. Niet met het scootmobiel, nee, lopend met een rollator. Ja. En op de terugweg kwam ik een man tegen met een heel lief klein hondje. Een oud hondje, 8 jaar. Maar wat gebeurde er? Dat hondje speelde nooit met een andere hond. Moest er niks van hebben. En nu? Rijk heeft er een vriendinnetje erbij. Bibi genaamd. Ja, hartstikke leuk. Geweldig. Die man, ik kon hem niet. Maar hij kwam een beetje zielig over. Verdrietig. Ik heb hem dus meegenomen. Een bakje thee. Hij woont hier vlakbij. Die man die loopt ook bij Cirilo, net zoals ik. Hetzelfde gebouw als ik. Ik heb hem nog nooit gezien. Maar het klikte zo goed. Niet dat ik een relatie met hem begin, want dat gedoe ik niet. Nee, kan niet eens. Nee, want hij heeft een relatie met een andere man. Ja. Die arme jongen. Man, ja. Hij heeft dezelfde leeftijd dan dat mijn mannetje toen is overleden. 53 jaar. Hij zit onder bewind. Maar die bewindvoering, iedereen kent diegene heel erg goed. En we kennen hem ook uitkotsen. Het is er een die gaat over liken. Ja. Nou, ik heb mijn buik vol van die vent. En ik moet hem ook niet tegenkomen, want hij is van mij. Niet dat ik hem zal slaan of wat dan ook. Nee, ik zet hem voor slot. Ja. Want hij wordt nog rijker over jouw rug dan mijn budgetbeheerder deed. Die werd al rijk over mijn rug en ook al over andermans ruggen. Maar dat is dan nog zuinig vergeleken bij wat deze meneer doet. Vuile gluipert. Ja. Ik heb ook beloofd om hem wat te gaan helpen. Want Cirilo doet ook niks. Nee, laat maar aan. Maar ik kan dat niet tolereren. Ik zeg, je zorgt hier, want hij heeft een advocaat. En die bewind, die is dus bang van zijn advocaat. Nou, dat is al een pluspunt. Dat is mooi, dat is fijn. Maar we gaan ook eens een keer samen naar die advocaat toe. En ik wil eigenlijk een oproep doen voor al diegenen die bij die man dus onder zijn bewind zit. Jullie kennen hem wel. De grootste oplichter van heel Den Helder. Ja. Als je daar onder bewind zit bij die, dien een klacht in. Ik noem geen namen. Nee, maar jullie weten het wel. Als het goed is, dan zit hij op het industrieterrein of lijncentrum. Tenminste, ben ik ooit bij hem geweest. Ooit. Mag geluk spreken dat ik dat toen niet heb toegehapt. Dat ik mijn tas weer heb opgepakt en van ik zal erover nadenken. Nou is het bij hem teruggekomen. Nee, noppen. Maar als jullie bij hem lopen, steek de koppen bij elkaar. Jullie zijn al eens een keer bij deze meneer geweest waar ik het over heb. Ik noem geen namen. Ga met elkaar naar een advocaat. En laat niet eentje het alleen nog opknappen. Nee, met elkaar. Kun je veel meer doen. Samen sta je sterk. Ja. Maar oké, genoeg daarover. Rijka heeft een vriendinnetje bij. Hartstikke leuk en aardig. Ik ga de troep even opruimen, want er staat een theebeker, want die man die drinkt thee, nou ja, dat mag. En dan ga ik aan het werk. Ja, ik moet nog weer een vlog in elkaar zetten. Anders heb ik niks meer. Dus ja, dat moet ook gedaan worden. En Kandolf, die is net in de kamer gekomen. Die mag blij wezen, want die moet al helemaal niks van weer een andere hond erbij hebben. Nee. Ewen die lag, bleef lekker op de bank liggen, want het is maar een klein ding. Ja, Rijka was in principe hoger, want die staat hoger op de pootjes. En dit beestje, dat was heel laag op de pootjes, maar dat was ook weer dikker. Maar ja, was ook 8 jaar. Bibi heet ze, nou ja, leuk.
Oké, maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie avond. Ga ik ook proberen Janneke en zo bellen wanneer die in een veilige thuissituatie is. En ik ga gelijk afsluiten. Ik wens jullie verder allemaal een hele gezegende avond verder. Wees lief voor elkaar, geniet van elkaar, met elkaar, is het je dier of niet. Ben je alleen, kun je ook nog wel genieten van je televisie of iets anders. Maar geniet ervan en voor later welterusten, gezond weer op. En graag tot aan de andere kant van onze dromennacht. Ja, we gaan een spooky spooky doen. Heksenjacht. Nee, ik ben een goede heks hoor, maar ik kan niet zijn. Heel erg lief, maar word ik kwaad zoals ik vanavond kwaad werd, omdat deze man zo zielig overkwam en dan te horen kreeg bij wie hij onder de wind staat. Die man die moet er weg, ook al kan hij het zelf niet, dan valt er wel een ander, iets anders te regelen voor hulp in plaats van dat. Ja, die, hij is schuldvrij. Ja? Moet hij dan langer daarbij blijven? Nee. Maar oké. Okay. Ik kan daar kwaad van worden. Maar ja, wie ben ik? Ik ben ook maar mens. Vlees en bloed. En met gevoelens. Ja. Ze zeggen, geniet ze. En tot morgen. Ja. Oh ja. Als het morgenmiddag. Met dat slechte weer. Met die storm. Als dat die storm doorgaat, wat nou nog niet te merken is, maar het zal morgenmiddag pas komen. Als het al doorgaat, ga ik even met jullie op de scootmobiel vliegend snel naar de dijk. En dan gaan we daar eventjes filmen. Ik zal niks kunnen zeggen met die storm. Nee. Maar dan kunnen jullie even zien hoe de zee dan zal zijn. Ik weet het niet waar de wind dan vandaan komt. Komt het van zee? Is het ruw? Kan ook van de andere kant afkomen. Ik weet het allemaal niet. Geen verstand van. Maar ik laat die kleine meid dus natuurlijk wel dan alleen. Dus ja, die ligt nou lekker te slapen. Die is moe. Maar dat spreken we af. We wachten dat eerst af. Als het niet regent. Hè. Het moet niet regenen. Dat met harde storm en het regent. Dat doet zeer in je gezicht. Dat wil je gewoon niet. Maar in ieder geval. De zon beleeft. Doei!